Goedemorgen, het is vandaag maandag en vannacht was best wel een pittige dag. Maar toen vanochtend, toen ze kwam voor de eerste flesje, toen heeft Lars hem overgenomen. Dus dat was echt mega chill voordat hij naar trainen moest. Maar we hebben echt zo slecht geslapen. We waren allebei eigenlijk een beetje een soort van de hele nacht wakker. En door muggen en door Sarah Lizzie. En toen op een gegeven moment vanaf 4 uur kraait hij een haan of zo, echt. Alsof zijn leven ervan afhangt. Dus toen waren we wakker. Maar goed, ze slaapt nu. Ik ga hem even klaarmaken. En dan gaan we beginnen met de dag. Ik moet naar Bodyfix en ik moet editen. Nou, mijn vrouwtje is wakker. Kijk wat een superleuk rompertje en broekje ze aan heeft. Zo schattig. I love you so much. Zo, ik heb hem snel klaargemaakt. Zo, en deze wil niet in de maxicozy zitten. En ik heb even een zakje aardbeien als ontbijt. Oh nee. Ik ben weer bij Agnieszka geweest voor Bodyfix. En deze snoept al was mee. Maar ze heeft de hele tijd niet geslapen. Ik dacht, het komt wel goed. Ik had er een voeding in gegooid voordat we weggingen en toen de auto in. Dus ik denk, die gaat wel slapen, maar die heeft de hele tijd haar ogen open gehad. Ze slaapt nu, hè? Nu slaapt ze. We zijn nu klaar. Ja. En nu slaapt ze. Oud. Wij zijn weer thuis. En ik dacht, ik ga even de Fitgirl uithangen. Dus ik had maaltijden gekocht bij Juice Brothers. En toen kleurde dit bakje open in de auto. Maar goed. Ik ga geen eten verspillen, dus ik heb het teruggestopt. En ik ga het nu opeten. Het is een mango kip salade-achtig iets. Oké, het was nog niet echt een succes, want overal zat koriander in. Dus dat kan ik niet door mijn keel krijgen, dus niet gegeten. Dus Lars komt nu terug van trainen en die haalt ons even op. En dan gaan we even lunchen. Want er zit hier vlakbij een tentje met echt super lekkere biefsalade. Dus gaan we dat eten. En iemand is aan het poepen. Zou je hier niet je beroep van gaan maken? Huh? Zou je hier niet je beroep van gaan maken? Dat zou kunnen, ik heb de afgelopen nacht 9 gevangenis. Maar je zou ook de hele dag het licht niet zo lang. Ja, de hele dag. Ik doe helemaal niet de hele dag het licht aan. Je bent nogal eens. Nee, zie je toch? Ja, daar moet ik geen beroep van maken. Zo, doe jij eens even normaal. Ik heb vandaag 3 wassen gedraaid. Ja, zou je je beroep niet eens maken van koken, afruimen, inruimen? Shit opruimen. Ja, die was dus de kut voor me. Het enige wat jij opruimt hier zijn mugjes. Die zijn staan. Ik wacht dat de kleine wat gaan doen. Ik ook niet. Ik kan ook niet wachten tot zo'n leeftijd dat ze me kan masseren en zo. Lijkt me heerlijk. Goedemorgen, vandaag is het dinsdag. En ik lig lekker met een aapje in bed. Oh, ze is zo achterlijk lief. Die heerlijke voetjes. Oh, schatje patatje. Schatje patatje. I love you. I love you. Ik kan nooit praten, dan begint. Ik weet niet dat mama vloog. Snoepje. Ik heb even de tijd gevonden om me een beetje klaar te maken en te douchen. En nu ga ik even eten maken voor mezelf. Want het is inmiddels 12 uur en ik heb nog niks gegeten. En jij moet straks ook weer eten. Dus ik moet eventjes een beetje nu gaan eten voordat ik door mijn hoeven zak. Hé, snoetel? Als ik naar jou kijk, word ik helemaal gek omdat ik je zo lief vind. Ik heb hier 5 gekookte gepelde eieren. En daar doe ik een heel klein beetje mayo bij. En wat bosui. En dan smeer ik het even op een cracker. Ik probeer trouwens even, voor als jullie het niet doorhadden, een klein beetje gezond te doen. Ik heb gisteren een quinoa met broccoli avondeetmaal gemaakt. En het was best wel oké. Dus ik heb het even bewaard. Dus misschien had ik het straks nog even kan eten.
We zijn weer een halve dag verder. Ik ben een beetje overbelicht. Ik moet deze camera even gewoon goed instellen. Ik weet gewoon alleen even niet hoe. Maar dit is vrij irritant. Oké, we zijn weer even verder. Ik heb de hele dag binnen gezeten met Frummel. Ze was niet echt te genieten. Dus ik heb het idee dat ze in de eerste sprongetje zit. Dus dat was best wel gezellig. En wat wel heel chill was, is dat Lars een sportmasseur kent. En die was hij laatst voor tegengekomen en mee in contact geraakt. Dus die kwam even langs bij ons. En we hebben allebei even een uur een massage gehad. Dus dat was echt heel relaxed. Maar nu ben ik al een beetje duf. Dus ik had niet echt heel veel zin om nog te koken. Dus ik ben nu even onderweg naar de stad om eten op te halen. Wat we hebben besteld. Lekker Japans. Dus dat gaan we lekker eten en dan weer lekker naar huis. Dan wil ik eens eventjes goed lekker gaan douchen. Haren wassen. Haren feunen. En vroeg mijn nest in. Als de kleine Frummel dat alles toestaat. Of toelaat. Ik ben benieuwd. Goedemorgen, vandaag is het woensdag. Gisteren had ik als plan om lekker te gaan douchen en bla bla en rustig aan klaar te maken. Of tenminste mijn haar te doen en te relaxen. Nou, dat liet ze echt niet toe. Ze had echt de ergste dag tot nu toe gisteren. Maar goed, ik heb me nu klaar kunnen maken. Ze heeft vanochtend nog even geslapen. Dus ik ga zo even naar Amstelveen. En daarna komt Danique hierheen. Dus ik hoop dat ze vandaag een beetje iets meer handelbaar is. Ik rijd de garage uit nu. Het is zo'n onderneming met een baby. Proberen te gaan winkelen en boodschappen doen. Het zweet gutstijf mijn naad. Mijn god, ik heb het zo heet. Ik ben nu weer onderweg naar huis. En ik ga even een salade in elkaar knallen. Want ik heb even boodschappen gedaan. Want ik heb alleen nog maar gedronken vandaag. En nog geen eten op. En het is inmiddels bijna 1 uur. Dus ik, daar wordt het wel tijd voor. Ik ben er zwaar overbelicht. Ze hebben dus tegenwoordig bij de Albert Heijn van die kant-en-klare pakken met sla erin. En in deze zit spinazie, sojabonen, paksoi, radijs. Maar dat is echt top, want ja, ik heb in ieder geval, ik wou zeggen niemand, maar ik heb echt geen zin om allemaal van die verschillende soorten sla en dingen bij elkaar te doen. Dus dit is top en ik ga een stukje zalm bakken. Nou, mijn lunch is klaar. Heerlijk. Oké, nou, zoals ik had verteld, probeer ik gezond te doen. Maar het werkt averechts, want ik heb zo weinig gegeten vandaag. Laat je tong zien. Ik heb net zelfs een bakje met rode biet gegeten. 1 rode biet. 2. Ik heb zo weinig gegeten dat ik bijna dood ga. Dus nu kan ik niks anders gaan dan naar de McDonald's. Ik word helemaal gek. Ik trek het niet meer. Ik heb zo'n honger. Zo, dat was het drama in mijn leven. Dus nu gaan wij naar de McDonald's. McDonald's. En daarna ga ik de tas voor de winactie wegbrengen. Wel één puntje. Is dat degene die heeft gewonnen. Die vroeg aan mij, ga je het filmen? Dus ik zei, nou, dat zou ik wel leuk vinden. Maar zij zelf zou dat niet zo fijn vinden. Dus toen zei ze ook nog van, goh, als je nu wil dat iemand anders hem wint, dan begrijp ik dat. Maar dat, ja, ik bedoel, gewonnen is gewonnen. Maar ik kan het dus alleen niet filmen. Maar we gaan er daarna, gaan we daar naartoe. Kan je wel laden, zeker? Mm-hmm. Ik moet ook echt laden. Hoeveel procent heb jij? 1. Dus ja, we gaan er zo heen. Maar ik kan het dus niet filmen, helaas. Maar ik hoop wel dat ze er blij mee gaat zijn. Ik had net heel veel moeite met mijn McDonald's bestelling. Ik had het echt moeten filmen. Het was heel grappig. Maar goed, ik hoop dat de bestelling goed is doorgekomen. Cool. Oh, ik heb nu al spijt, hè? Echt? Zo wegwijs. Maar normaal gesproken had ik de hele dag door slecht gegeten en ook nog eens McDonald's gegeten. Ik heb nu echt niet zo slecht gedaan. Nee, ik heb echt niet slecht gedaan. En wat ik ook altijd doe bij McDonald's, is eten tot alles op is. Ik moet gewoon, als ik vol zit, stop met eten. Ja, dat ga ik ook doen.
Echt. Maar ik ga wel 4 bakken frietsaus opeten. Je zat een lekker broodje kroket te eten. Toen kwam er een mail die pakte zo heel zijn broodje uit Sandem. Oh. Ik ga echt genieten van ieder frietje. Waar kijk je naar? Mensen? Mensen. Mensen. Oh, als je tot 12 uur blijft vanavond, kunnen Temptation. Je geniet niet, je eet te snel. Oh, sorry. Ja. Formidabel. Nu ziet er zo goor uit. Wat? Als je zit te vreten. Kijk je wat met mee? Nee. Oh, ik vind dat zo leuk om te kijken. Ik vind dat saai. Ja? Ik wou iets zeggen. Ah, ik weet het al. Ik denk dat ik nu zaterdag in Amsterdam moet blijven slapen. Ja. Dan ga je uit. Ja. Ja? Ja. Jullie kunnen ook wel slapen. Mijn moeder slaapt ook. Mijn moeder doe ik op, maar ja. Of zal chill dat je moeder bij jou slaapt? Nee, maar dan pakken wij gewoon een hotel in Amsterdam. Ik kan ook het Fletcher Hotel pakken. Dat is dichtbij. Dat is echt leuk. Ik dacht dat jullie sowieso niet mee uit zouden gaan. Met wie ging je dan uit? Met Lars. Vorig jaar gingen we niet mee. Nee, daarom. Maar toen moest ik ook weg. Waarom? Volgens mij ging ik toen op reis. Zou kunnen, ja. Nee. Dat is gewoon geen zin. Was ik zelf jarig? Nee. Maar hij vierde het laatst vorig jaar. Hij vierde het wel nog in. Maar ging ik wel weg. Nee, hij vierde het. Oh. Ja, volgens mij ook. Ja, en je moest rijden met de auto, volgens mij. Ik denk dat ik naar Parijs ging. Ja, dat denk ik ook. Niet vol. Zit ik vol? Nee, maar mijn hongergevoel is wel al weg. Echt? Ik zou vol. Ik had eigenlijk al geen honger meer. Dat kwam denk ik door die Bruno. Echt? Ga je tegen Pieter zeggen dat je McDonald's hebt gegeten? Ja, ik heb een hoef afgezet. Jij? Jij? Ik? Waar heb je net je foto van gemaakt? Ja, voor een groepje, maar daarom vroeg ik je of je dat Pieter ging vertellen, anders zou ik het niet in de groepje opzetten. Dat wordt wel gedaan. Oké, ik ga mezelf niet vol eten aan frietjes, ik wil ook een hapje van mijn burger. Vind jij filetvis lekker? Veel mensen vinden het echt goor. Ik heb het volgens mij nog nooit op, of vroeg ik van jou een hap. Ik wil zo graag een keer naar McDonald's waar ze cheese fries hebben. Dus heb je in Italië? Ja, dat weet ik. Want Naomi eet het of niet. Maar dit is gewoon een kinderburgertje. Een kinderburgertje? Nieuw. Ik ben benieuwd of dit echt vis is. Natuurlijk niet. Een visdip. Ja, oké, okay, maar in visstick zit toch vis? Ja. 10%. Ja, maar dan ben ik zo benieuwd wat dit allemaal wel is. Deeg. Ja, maar dit witte. Ja, maar zet ze met de kipnuggets hier. Ja. Dat is ook geen kip. Toch bizar dat iedereen het weet, maar niemand het een ene hol boeit. Ja. Maar... dus ook met cola, want wat is cola? Ja. Cola is niet eens iets geweest. Nee, Fanta is nog sinaasappel, Cas is nog druiven. Cola is echt een verzonnen brouwsel, wat chemisch is het best. En Fanta is ook geen sinaasappel. Nee,
Maar dat kan je nog ergens van afleiden, een soort van het, die smaak ook niet, maar... En waar is drop van gemaakt? Suiker. Suiker. Waar is de zure mat van gemaakt? Dat is pas echt, echt, echt zo verschrikkelijk. Verschrikkelijk lekker. Maar het is eigenlijk zo raar met alles. Ook bijvoorbeeld chocola. Wat is dat? Cacaobonen met allemaal suiker en boter. Massa erbij. En boter. En... Ja. Slagroom is gewoon melk. Met heel veel vet. Ja. Opgeklopt. Het komt gewoon uit de koe. Dit gesprek klinkt zo dom. Fantastische druiven. Ja, we zijn echt op z'n neer, want onze moeders hebben het vroeger heel vaak gezegd. En slag. Ik zit nu al eigenlijk te vol om dit op te eten. Dan ga je dat niet opeten. Jawel. Wat hebben we nou afgesproken? Ik heb niks afgesproken. Ik geef je een keuze. Of je mag dit, of we gaan zo nog een ijsje halen. Nee, dat is geen keuze. Is dat geen keuze? Of? Nou, je hebt je keuze gemaakt. Ik heb mijn koffer uit. Oh. Ik denk dat dit... Of was het 10.000 calorieën challenge is geworden. Ik wil heel graag een keer de... Ik begin met 5.000 calorieën challenge. Maar drink het dat niet mee. Maar dat zou ik toch niet doen. Hm? Dat is echt zonde van je calorieën. Ja, tuurlijk is het zonde van je calorieën, maar ik wil gewoon de challenge heel graag een keer doen. De 15.000 calorieën challenge, die is pas zonde van je calorieën. Dan kom je gewoon letterlijk 2 kilo aan. Mm-hmm. En daarna dag niet eten. Daarna 900 calorieën challenge. Ja. Wil je met mij de 5000 calorieën challenge doen? Ja hoor. Echt? Ja, die kan je elke dag met mij doen. Wat zou je dan eten op zo'n dag? Oké. Okay. Dan zou ik ontbijten met pannenkoeken. Mm-hmm. Met suiker en stroop. Maar dan niet jouw porties, maar echt... Helemaal bezaaid met suiker, stroop. Vond je dat ik te weinig suiker en stroop had genomen? Nee, ik vind het wel prima. Ik zou zelf gooi ik altijd meer op. Ik zou lekker repetonies eten. Maar je kan dus niet een hele reep opeten. Jawel. In een kwartier. Je hoeft toch niet in een kwartier? Nee, ik bedoel. Ik kan makkelijk 3 repen op. Dan heb je al 3000 calorieën. Is een tonisch reep 1000 calorieën? Nou, en dan ga ik in de avond gewoon bramadage, een grote friet met 8 frietsausen en 2 frikandellen met mayo. Dan zit ik er wel aan. Heb je dan nog 5000 calorieën? Echt? Mm-hmm. Oh. Ik weet niet wat ik zou eten. Dit is ook wel 800. Ja, maar weet je wat ik... Dus ik heb een tijdje bijna iedere dag McDonald's gegeten. Dat weet je nog wel, toch? Wat ik toen deed, was zo laat wakker worden, ging daarna, als je daarna een McDonald's menu neemt, ik kon daar de hele dag vol van zitten. En dan is dat het enige wat je eet. Ja. Maar het maakt ook niet uit wat je eet, je kan alsnog afvallen met elke dag McDonald's. Ja. Alleen verneuk je hoe je lichaam. Ja. Ik denk dat het echt een van de meest domste en meest oppervlakkige gesprekken is die wij ooit hebben gehad. Ik weet wel zeker. Oké, ik stop na deze 3 frieten. Wil je nog friet? Nee. Ik heb al een friet. Nog een napje heb ik mee.
Heb jij burger op? Heb jij burger op? Ja. Echt? Helemaal? Ja. Ik weet nog dat ik nooit met Mac af, want toen doe jij een beurt een tijdje met gaan eten. Maar vind jij Big Mac echt het lekkerste wat er is, of vind je het gewoon lekker dat je dan daarna lekker vol zit? Maar ik vind het echt zo even zout lekker. Ze verkochten die Big Mac saus een tijdje. Ik ga denk ik ook wel over naar de Big Macs. Je hebt altijd gewoon even een periode waarin je een aparte andere snack bestelt bij de Mac. Mijn favoriete is echt de McFish. Of de McChicken of kipnuggets. En voor jou, jij hebt altijd Big Macs en snacken. Eigenlijk altijd Big Macs, maar ik vond ook wel een tijdje Mac Croquet. Ja, maar dat is een snackje voor de bij. Ja. Daar kan je niet op teren. En kipnuggets zijn ook voor de bij. Tik nuggets. Getikte nuggets. Meloentje tik nuggets. Ach man, ik voel me schuldig. Wat? Ja. Kun je zo een rondje gaan lopen? Een rondje? Ja, is goed. Een groot rondje. Ja. Echt dat je denkt, Jezus. Mijn baby's, hè? Oké. Op naar de prijswinnares. 7 minuten maar. Ik hoop dat ze op thuis is. Zo. Schone stappenlach. Oh my. Ik ga stuk. Ik heb ooit een video gepost op mijn kanaal waar ik me echt niet trots op ben. En ik ook niet. Waar ik ingeluisterd ben. Dat is echt een tijd terug. En toen zat ik echt in een hele andere fase in mijn leven. En ik verkeerd. Toen deden we de frikandellen challenge. De frikandellen challenge. En ik heb die video. Ik schaam me zo erg voor die video. Dat ik hem niet eens aan durf te klikken om reacties te lezen. Of om hem überhaupt te verwijderen. Maar Daniek die heeft dus net een aantal reacties opgelezen. Wil je die ene opgelezen? Nog een boer laten. Oké. Godverdomme. Het begon best wel positief. Toen kwam deze. Walgelijk hoe dat ik die frikandel eet. Gadver. En ik zei net nog toen de camera uit was, dat eten voor de camera voor mij voelt alsof ik op een eerste date ben met iemand en dan moet eten. Ik zit het ook echt met mijn dikke onderkin te vertellen. Volgende. Die linker is de dikke versie van Femke Louise. En ja, ik ben de linker. Iedereen heeft het over de Big Mac Challenge. Oh, dat je die zou doen. Jullie eten echt goor. Jullie eten met je bek open en smak heel erg. En boeren tussendoor echt vies. Gadverdamme. Sorry, sorry, sorry. We zitten ook echt als twee smiegels aan die tafel frikandellen naar binnen. En ik weet nog wel dat ik toen iets van... Hoeveel had ik er besteld? Ik had 20 frikandellen besteld of zo. En ik weet nog wel dat er toen 19 aankwamen. Terwijl ik er 20 had. Er was één minder dan. Ja, het was nog beledigd. En uiteindelijk hebben we letterlijk 4 frikandellen op. Ja, maar echt. Ik word helemaal gek van mijn navigatie. Hij stuurt de hele dag de vierde kant op. Maar, oh, gelukkig zitten ook allemaal leuke reacties tussen. Echt? Ja. Kan ik me niet voorstellen. Ze gaan allemaal over mij. Monika, je bent kapot vies. Gadverdamme meid. Oh, meid naast jou is geweldig. Monika, moet je dan niet nodig scheiden? Vast wel. Sorry, maar ik vind dat daar ene blonde wijf heel vies eet. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ja. Blijkbaar was je toen ook aan het dieet, want iedereen zegt het gaat lekker zo met je dieet. Nou, ik was toen in ieder geval 30.000 kilo lichter dan wat ik nu ben. Jong. Die blonde kan niet eten. Oké. Okay. Nee, dat kan ze wel hoor. Wel goed eten.
Oh ja, nou Daniek, nou schaam ik me. Weet je waar we nu rijden? Nou. In de Agatha single. Wat is dat? Ja, de Agatha. Ja, ik moet zelf altijd het Agatha zien. We zijn net bij de winnares geweest. En ze was heel blij met de tas. Echt heel lief. En super lief, maar echt, had echt niet goed gezeten. Dus een pakketje. Wat ruikt lekker. Naar zo'n roze of zo. Hier ruikt het echt goed. Dit is een pakketje voor mij. Echt super lief. Wat natuurlijk niet de bedoeling is, dat ik dit naar haar kan brengen. Maar wel echt heel lief. Mijn camera viel uit omdat hij leeg was. En toen wilde ik het thuis verder filmen. En toen had Sarah Lizzie echt een dramaavond. En toen lag ze uiteindelijk in bed en heeft ze super goed geslapen. Dus echt perfect eigenlijk. Maar ik was laten zien wat ik had gekregen van die kijker. Echt zo ontzettend lief. Deze super mooie gebreide trui. Echt te cute. Ik kan er gewoon niet over uit. Dat als je wint bij een winactie, dat je er dan aan denkt om iets voor mij, zeg maar, te hebben. Dat is echt zo ontzettend lief. Ja, dan ben je gewoon echt een supergoed mens. Sarah die ligt nu nog even te slapen. Danny komt zo. En dan ga ik me even klaarmaken. Ik heb gisteren trouwens maaltijden opgestuurd gekregen van Chubby in Shape. En ik ga beginnen met een ontbijtje. Lars heeft vanochtend bietenpancakes meegenomen. En ik heb deze ontbijtmuffins. Ik ben heel erg benieuwd. Er komt straks dus iemand van Designer Vintage. En die komt een aantal van mijn designertassen ophalen. Het zijn er 7 om precies te zijn. Van Chanel tot Balenciaga tot Givenchy, Gucci, Valentino, Louis Vuitton en Stella McCartney. Eigenlijk ook echt allemaal verschillende merken. Nee. Ben jij nog een beetje cranky vandaag? Dus ik ben benieuwd. Het gaat een beetje aan de ene kant met pijn in mijn hart. En aan de andere kant wil ik gewoon echt niet meer zoveel spullen hebben. Dus ja, is het tijd voor een opruiming. En ik hou eigenlijk mijn meest klassieke tassen, merk ik gewoon. En deze gaan allemaal gaan allemaal weg. En nu ga ik deze aandacht geven, want het is nodig. En deze Chanel ketting gaat ook weg. Die heb ik ooit gekocht, maar ik heb hem letterlijk nog nooit gedragen. Dus it's time to go, baby. Ik vind hem wel echt nog steeds super mooi. Maar als ik hem omdoe, denk ik, ja, het is niet mij. Idem dito met deze Chanel slippers. Die draag ik eigenlijk ook letterlijk nooit. Ik heb ze volgens mij wel meegenomen op vakantie een keer en toen nooit aangehad. Dus mega zonde. Nou, tas goed gevuld. Time to go. Lars is thuis. En wij gaan lekker lunchen. Kwartjootje. Sarah dus heeft echt zo'n schattig pakje aan vandaag. Zo lief. Ik ben weer bij Bodyfix. Samen met Frummeltje. En ik ben klaar voor een nieuwe behandeling. Joehoe! Hallo! Hallo. Wij zijn uit Bodyfix. Lekker gaan eten. Jam, 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 jam. Goedemorgen, het is vandaag. Het is vandaag vrijdag alweer, Jezus. En ik kom bij met een pasta van Chubby in Shape. Zo, ik ben eindelijk een beetje toegekomen aan mezelf ook klaarmaken. Ik heb straks een afspraak met Danique voor ons sieradenmerk, Momo. En we moeten naar Amsterdam. Alleen, ik moet dus de kleine Frummel ook meenemen. Ze slaapt nu net 1 seconde, dus ik hoop dat ze nu niet wakker wordt. Want dat is altijd als ik begin met filmen. Ze heeft zoveel last van krampjes. En al die meuk werkt niet. Volgens mij zijn dat gewoon echt middeltjes van, goh, stop dit maar in je kind. Want dan heb je als ouder zijnde nog een beetje het idee dat je iets aan de pijn van je kind doet. Maar goed, maakt verder niet uit. Maakt wel uit. Ik word er helemaal krankzinnig van. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat ik, ze is nu 5,5 week, dat ik zou eigenlijk, mijn planning was tot en met oktober alleen maar met haar in bed liggen en niks werkgerelateerd doen. Maar eigenlijk merk ik gewoon dat ik er wel eigenlijk gewoon aan toe ben om ook, juist omdat je zo 24/7 bezig bent met de baby,
wil ik ook gewoon iets daarnaast weer doen. Dus dat ik eigenlijk juist wel weer graag aan het werk ga. Dus ik heb zo'n afspraak en zij moet dan dus mee. Omdat ik er nog niet op had gerekend. Ik heb eigenlijk vanaf oktober geregeld dat er opvang is. En wat ik ook gewoon goed vind voor haar ontwikkeling. Dus het is niet puur alleen van goh, dan kan ik weer verder aan het werk. Nu is het dus wel een dag dat ik haar nog mee moet nemen. Omdat er natuurlijk nog niks geregeld is. En ik vind het ook wel lastig. Omdat een oppas hier thuis, wat niet familie is, vind ik ook gewoon lastig. Hoe vind je nou een goede? En ja, I don't know. Ik vind het moeilijk. Maar goed, voor nu, als ze stil is en ze heeft geen pijn. Tenminste, als ze wakker is en ze heeft geen pijn, is ze super gezellig en hartstikke lief. En ja, als ze pijn heeft, is ze ook hartstikke lief. Is het gewoon hartstikke zielig. Maar ze is echt het allerliefste kind ooit. Alleen ja, als je een afspraak hebt, dan is het niet heel gunstig als ze erbij zit en ze heeft krampjes en ze krijgt een heleboel bij elkaar. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik ben met babyzusje en met zus bij de Corner Bakery. En mijn bestelling was verkeerd gegaan, dus ik wacht nu op de volgende. Trying to be healthy. Lars heeft een wedstrijd, dus ik ben vanavond alleen met de kleine snoetel. Ik weet niet, oh ja, ziet er beentjes. Ik heb even eten besteld, Pokeball. En we zijn de wedstrijd aan het kijken. En Lars heeft gescoord. Allereerste doelpunt van de competitie voor Sparta. Echt heel leuk. Oh. Ik gaap omdat ik fucking moe ben. Niet omdat ik het slaapverwekkend vind. Ik ben heel blij. Ik kijk naar Lars Veldwijk. Natuurlijk wordt hij niet gewisseld. De captain van Sparta en de man van de enige goal. 2-1 dus bij de rust. Als u dat later inschakelt. Het is echt niet te geloven, maar het is letterlijk 00:30. En zijn Alice slaapt al vanaf 06:30. Dus ik dacht letterlijk, om 09:30 komt ze weer. Het is nu 6:00 later. Dus ik heb haar maar naar bed gebracht. En ik dacht, misschien wordt ze daar wakker van. Maar ze bleef doorslapen. Dus ik ga gewoon lekker ook naar bed. En ik hoop dat ze dan niet gelijk een minuut nadat ik in slaap val wel honger heeft. Maar ik vind dit vrij bizar. Dat is gewoon letterlijk wat het zo zwaar maakt. Dat een baby zo onvoorspelbaar is. Dus je kunt nergens vanuit gaan. Je kunt nergens op rekenen. Dus je gaat de hele tijd vechten tegen je slaap als het niet nodig is. Maar je valt ook in slaap als je denkt, oh, misschien slaapt ze niet zo langer door. Gebeurt het juist niet. Ja. Oké. Naar bed. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En kijk eens wie er in het logeerbed ligt. Ben je aan het snurken? Mijn moeder komt vanavond slapen, want we vieren Lars' verjaardag. Dus ik heb even het logeerbed opgemaakt. En er ligt nu een lief klein jongetje in. Inmiddels is het zaterdagavond. En Piet en Daan zijn er al de hele dag. En mijn moeder is net aangekomen en ik heb haar net de Bijbel overhandigd waarin ik alle regels over Sarah Lizzie heb opgeschreven. En ze slaapt vanavond bij ons, zodat wij Lars' verjaardag kunnen vieren. Dus ik ben best wel zenuwachtig. Ik voel me eigenlijk een beetje alsof ik voor het eerst uitga in mijn leven. En dat ik eigenlijk nog niet naar binnen, zo zenuwachtig ben ik zeg maar, dat ik eigenlijk nog te jong ben om naar binnen te mogen. Dus dat ik trek het gewoon niet. Het liefst zou ik eigenlijk nu gewoon zeggen, joh, ik blijf lekker thuis. Maar goed, dat is ook een beetje lullig tegenover Lars.
Zo, goedemorgen. Het is zondag vandaag. En we hebben gisteren Lars' verjaardag gevierd in de stad. We gingen disco bowlen en daarna gingen we nog een drankje doen. Dat vond ik echt verschrikkelijk, want dan moest ik dus haar thuis laten. En mijn moeder kwam oppassen hoor. We hebben er niet gewoon lekker in bed gelegd en gezegd, schat, kijk even wat je doet. Maar mijn moeder is blijven slapen. En die heeft een nachtvoeding gedaan. Maar goed, we waren dus in de stad. Voor de eerste keer sinds haar geboorte. En überhaupt sinds mijn zwangerschap. Want ik ben nooit meer eigenlijk uit geweest. Dus, zoals je kunt zien aan mijn hoofd. Heb ik wat alcoholische versnaperingen op. Maar niet te gek gemaakt. Maar toch heb ik een beetje hoofdpijn. Ga jij ook nog drinken of? En ben ik best wel brak. Dus er staan allemaal dingen vandaag op de planning. Die ik een beetje heb afgeslagen. En vanavond moet ik wel naar een familieetentje van Lars' familie. Dus ja. Dan ga ik me straks maar eens voor klaarmaken. Het is inmiddels alweer bijna 2:30. Jezus, mijn Jezus. Het gaat altijd snel, hè. En de geluiden die ze maakt, ach, echt. Gisteren ging ik dus weg. En mijn moeder stuurde foto's van haar. Zo schattig, ik kan het niet aan. Ik heb haar ook als achtergrond op mijn telefoon. Ik heb gewoon een andere achtergrond in moeten stellen. Want anders zag ik heel de tijd een lieve snoetje. En dan kon ik gewoon niet blij zijn in mijn leven. Hè? Trollenkontje. Maar goed, Lars is nu naar een kinderverjaardag met Mason. Dat kon ik echt eventjes niet aan. En ik had echt eventjes mijn nachtrust nodig. Dus mijn moeder die was ook gewoon nog wel even de ochtend gebleven, zodat ik echt uit kon slapen. Dus ik heb goed kunnen slapen vannacht. Dus daar ben ik heel blij om. Ah, wederom er net wel weer een Red Bull in gegooid. Classy als ik ben. Dus ja, de komende dagen wel door zo. Het is zo lekker. Lekker met mijn snoetie vloetie. Ik wil heel de dag met haar in bed liggen. I love you so much. I love you so much. En ze liggen zo lief en vredig en lekker een beetje. Oeh, te kakken op mijn schoot. Gisteren gingen Danique en ik haar verschonen. Ze had gepoept. Nou, dus Danique ging me even helpen. Die luier ging open. De stront scheet gewoon door de slaapkamer heen. Ze was nog niet klaar. Hè? Oh, wat ben je schattig. Maar goed, het is nu nog een opgave, want ik moet nog douchen en me klaarmaken. En als ik haar nu ga wegleggen, gaat ze niet blij zijn. Oh, wat ben je schattig. Ik word helemaal gek als ik naar jou kijk. Het is echt niet normaal. Het is gewoon zo'n lief mormeltje. Met je lekkere kleine teentjes. Die ik wil opeten. Lief klein schatje. Lief klein schatje van mij. Ik wilde heel graag nog even mijn vlog afsluiten en nog iets vertellen over deze week. Alleen, ze wil maar niet slapen. Dus ik loop de hele tijd heen en weer. Ik heb haar nu weer terug in de wiegje gelegd, maar ik ben bang dat ik haar straks weer hoor. Dus ik ga snel mijn make-up eraf halen en zelf een pyjama aandoen. En dan hopen dat ik, wanneer zij slaapt, meteen mijn bed in kan. Dus ik zie jullie morgen nog eventjes voor de afsluiting van de vlog. En dan ga ik jullie vertellen wanneer mijn designer vintage items online komen. En Lars stond vandaag stil langs de weg. Want die had niet op tijd getankt. Maar ik ben echt kapot nu, dus ik ga naar bed. Als hij niet weer wakker wordt. Ik zou de vlog nog even afsluiten. Gisteravond hadden we dus dat familiediner. En toen reden we daar naartoe. En Lars en Meesje waren een aparte auto. En toen kwam ik aan bij het tankstation. Stond Lars een paar meter voor het tankstation stil met zijn auto langs de weg.
omdat de tank het niet had gered. Dus dat was een zeer leuk avontuur. En toen had het etentje en toen zijn we eigenlijk net iets te laat teruggereden. Dus toen we thuis kwamen was Mason echt helemaal in coma. Die lag gewoon als een slappe pop in Lars' armen. En Lars moest naar bed tillen, maar hij had heel zijn gezicht nog volgesminkt als een tijger. Dus het was echt geen doen. En het meermotje wat nu op de bank ligt te slapen, dat lag mij ook gewoon echt aan te kijken met opengesperde ogen van hallo, ik ga niet slapen. Dus dat was ook top. En toen was er een beetje stress hier in huis, dus toen ging Lars lekker slapen en ik niet. En ik zou ook nog vertellen wanneer de designer vintage items online komen. Die komen op woensdag online. Als jullie dit zien is maandag, als het goed is. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Oh. Mijn spersiebonen zijn klaar. Hou mijn Instagram in de gaten, want ik ga een story posten als het erop staat. En dan kunnen jullie mijn items shoppen. Dus ik ga nu de vlog afsluiten. En bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei.